hele goede woensdag, mede stripliefhebbers. Het is tijd om de week door te zagen. Ik dacht, laat ik jullie woensdag eens opvrolijken met een van de grappigste strips die ik ken. Een van de grappigste stripfiguren die ik ken, namelijk Gust Flater. Een nieuw album is er uitgekomen en dit is ook met recht een nieuw album gefeliciflaterd. Gust is 60 jaar geworden, dat weten jullie toch wel, denk ik, hè? En er worden natuurlijk allerlei zaken omheen gedaan. Nou ja, achter mij zie je al even die heruitgaves, die prachtige, de ultieme Gust-uitgaves, die zijn er nu. Maar ja, wat kun je nog meer doen? En dan kom je even op het punt uit van hommage. Hommage is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Dat is iets dat al heel lang bestaat, dat al op allerlei manieren gedaan wordt. En ik heb zelf het idee dat het tegenwoordig ook in strips steeds meer gedaan wordt. Het werd natuurlijk wel gedaan door allerlei individuele tekenaars, maar ik weet zelf even te weinig van de stripgeschiedenis af om te zeggen van dat al vaker gedaan is. Nou, als jullie daar voorbeelden van weten, laat ze in de comments zeker even achter. Maar de Blauwbloesem, dat was eigenlijk het eerste hommagealbum, want ik zelf las. En toen had ik zoiets van, oké, allerlei tekenaars die hun interpretatie gaven van de bekende figuren. In dit album vind je een hele hoop korte verhalen. Nou, niet alleen maar verhalen. Er zitten eigenlijk allerlei manieren in van hommage. De meeste doen het in de vorm van een strip, maar een enkeling doet het in de vorm van een tekening of een poster of een zoekplaat of nou ja, zoekplaat. Die wil ik meteen even laten zien, want die vond ik toch wel heel erg gaaf. Het deed me heel erg aan Jan van Haaster denken, maar deze van Lecter. Alle elementen uit de beperkte wereld van Gust, die zitten hier allemaal in verwerkt. En het is gewoon heerlijk om naar zo'n plaat te gaan kijken en overal te gaan zoeken. En steeds meer dingen kom je dan tegen. Hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer dingen je vindt. Nou is er nog even een interessant ding. Toen dat hommagealbum van de Blauwbloesem uitkwam, was het eigenlijk een big deal, een heel groot iets, dat M.E. de Jong daaraan mee had gewerkt. Want zij had een prachtig verhaal gemaakt daarvoor, nog steeds een van mijn favorieten, en zij had ook de cover van dat album gedaan. De cover van dit album is getekend door Gerben Valkema. Nou is Gerben Valkema ook iemand die de stijl van Franquin enorm goed in de vingers heeft. Er is ook nog een luxere versie, een hardcover versie. Ook daar heeft een Nederlandse tekenaar, Milan Hulsing, heeft daar de cover van getekend. Dus dat is ook wel gaaf. Maar daar houdt het niet bij op. Want er staat achterin een hele lijst met auteurs die hier aan hebben meegewerkt. Het zijn er meer dan 50. En het bijzondere vind ik even is dat er meer dan 20 Nederlandse tekenaars in staan. En echt, nou, ik ga het lijstje even af. Ik laat even een flits even zien, maar even het lijstje af. Daan Jippers, Bijtenspits af. Pieter Hogebirk en Herman Rozen. Nou ja, wat ik al zei, Gerben Valkema. Gerard Lever heeft een prachtige mashup gedaan met Suus en Sas. Rijt Gelijns en Van Tol van Fokken en Sukken. Hanko Kolk heeft het weer op zijn hele eigen manier ingevuld. Nou, Michiel de Jong en M.E. de Jong ook leuk. Wilbert van der Steen ook weer op zijn geheel eigen wijze gedaan. Natuurlijk ook Milan Hulsing. Erik Heuvel ook. En dat vond ik wel gaaf, want ik was wel even benieuwd. Gust in klare lijn, dat is wel heel interessant, want dat is echt heel wat anders dan de Franquin-lijn. Maar ook hij heeft een prachtige gedaan. Dating for Geeks, Kenny Rubinis. Floor de Goede. Romano Molenaar, Peter de Wit en als laatste de Wiroja's. Ook met een leuke crossover tussen Claire en Gust. Ontzettend gaaf gedaan. Dus ja, het is echt ontzettend genieten van dit album. Er zitten zoveel verschillende stijlen in. Ik ga het natuurlijk niet allemaal laten zien. Ik heb nu even de Nederlanders laten zien. Ik laat niet alles zien, want dat vind ik ook weer niet leuk. Maar ik vond het toch zo bijzonder dat er zoveel Nederlandse tekenaars aan zo'n boek hebben meegewerkt. Dat maakt dit voor mij heel bijzonder. Alle andere tekenaars die ik niet genoemd heb, maar die er wel in mee hebben gewerkt, die zijn ook prachtig mooi. Ik ga daar straks nog even op terugkomen. Er waren er twee bij die mij echt even, ja, die vond ik echt heel bijzonder. Maar wat ik zo leuk vind aan de bijdrage van Kenny Rubinis is dat hij echt even het nerd element erin verwerkt. De bijdrage van Flo, oftewel Floor de Goede, die vind ik ook zo gaaf. Hij is zo eenvoudig en toch zo ontzettend grappig. Wat ik een hele verrassende bijdrage vond, was Romano Molenaar. Want die heeft er echt een retro poster van gemaakt, zou ik bijna zeggen. En dat past ook wel een beetje in de stijl van Gust, maar ook daar zit weer heel veel in. Als je gaat kijken, dan zie je alle details eruit komen die allemaal weer terugkomen uit de wereld van Gust. Ik moet zijn naam even goed uitspreken en ik kijk even op mijn speakbriefje nou. Jonas Geiernaert, die heeft deze gedaan. Kabouter Wesley. En ik had echt zoiets van, ik heb die
die filmpjes van Kabouter Wesley vroeger op tv gezien. En ze zijn zo droog, zo flauw, maar zo grappig. En ook hij heeft er weer een prachtig verhaal van gemaakt. Je moet wel even, ik zou bijna zeggen, vergrootglas erbij pakken om het te lezen. Maar het is wel heel erg tof gedaan. Ja, en op de andere pagina staat een bijdrage van Thomas de Cuyu. De tekenaar van Little England. En ik had echt zoiets van, wauw. En ik weet eigenlijk niet of ik hem moet laten zien, omdat ik daarmee misschien een spoiler weggeef of niet. Maar laat ik dan even zo beginnen. Even juffrouw Jannie. En dan denk ik echt van, wauw. Zo super realistisch getekend. Dan had ik echt zoiets van, dat is ontzettend gaaf. En ja, dan komt even de gust erbij. En ik moet echt zeggen, dit had ik echt niet kunnen dromen. Zo ontzettend gaaf. Dit vind ik echt fantastisch. Normaal zeg ik van zo'n stripfiguur, dat blijft een beetje een cartoonachtig iets. Maar om hem zo te vertalen naar een realistisch figuur. En dat ik het zo gaaf zou vinden. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, die auto erbij maakt het ook wel heel erg mooi. Maar dat vond ik echt wel heel gaaf. Maar er zit nog zo ontzettend veel meer in. Ik heb nog zoveel niet genoemd. Bewust niet even, want ik ga gewoon niet alles noemen. Ik heb nu even de nadruk gericht op de Nederlandse bijdrage. Omdat ik het gewoon heel bijzonder vond dat die zo groot was aan zo'n album. Maar nogmaals, 56 pagina's. Er zit ontzettend veel te genieten in. Misschien, ik vond niet alles even leuk. Ik vond er heel veel hele leuke bij zitten. Er waren er een paar bij waarvan ik dacht van, nee, dat is niet helemaal mijn ding. Dat kan, dat heb je met zo'n hommagealbum. Maar in de regel zeg ik, ontzettend gaaf gedaan. Een aanrader voor niet alleen elke Guus-liefhebber, maar eigenlijk gewoon voor elke strip-liefhebber. Juist vanwege het feit dat je eens een keer ziet hoe al die tekenaars, al die meer dan 50 tekenaars, op hun eigen manier zo'n prachtig personage weergeven. Absoluut de moeite waard. Nou, hij ligt bij de stripwinkel. Dus ik zou zeggen, heb je hem nog niet? Ga hem dan halen, want deze mag natuurlijk niet ontbreken in je stripcollectie. Ik wens je natuurlijk heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende weer terug.